Om deze trofee draaide het allemaal zaterdagavond in Hoorn. De Sjoerd Huisman-bokaal. Die nieuwe prijs ter nagedachtenis aan Sjoerd Huisman werd uitgereikt aan de winnaars van de zesde race in de KPN Marathon Cup. Op het ijs van de Westfries kwam het voor het eerst dit seizoen tot een massasprint. En dat werd er eentje met een hectische ontknoping. Bij het uitkomen van de laatste bocht gingen Bob de Vries en Kerry Hekman onderuit. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor Evert Holwerf, die zo zijn tweede overwinning in 3 dagen tijd boekte. De jonge rijder uit Eemdijk was trouwens wel een passende winnaar van de bokaal. Want Holwerf was als jochie al een groot fan van Sjoerd Huisman. Ja, dat is wel super speciaal. Sjoerd was ook altijd een groot voorbeeld. Nou, en dat je dan de eerste bent die de bokaal mag winnen, dat is wel echt super speciaal. Zijn zegen betekende voor Evert Holwerf ook zijn tweede overwinning op rij. En dat is ook bijzonder. Ja, het gaat hartstikke goed. En, de andere sprinter van de ploeg, zeg maar, die is op trainingskant. Dus nou, dan kom ik aan de beurt. Even terug naar die laatste bocht. Wat gebeurde daar precies? Dat weet ik niet. Ik heb alleen maar naar die streep gekeken. En ik wilde alleen maar als eerste bij die streep zijn. En ik hoorde wel dat er gevallen werd, maar ik heb niet omgekeken. Ik ben er gewoon 1 streep door. Met zijn zegen bewijst de rijder van Tjolk in ieder geval dat zijn overwinning in Dronten geen toevalstreffer was. Nee, gelukkig niet. En, ik heb wel bewezen dat ik wel tussen de grote mannen hoor. Dus gaat goed. Uw applaus voor Evert Holwerf. Waar krijgt de Sjoerd Huisman-bokaal een mooi plekje bij jou? Oh, die komt mooi voor de tv te staan bij ons.